Ik kreeg net een melding in mijn mail, uitspraak van de advocaat binnen heb gekregen. Een geldboete van 800 euro en een rijverbod van een maand. Nee, niet eten, maar eet. De auto is stuk. Hallo. Leuk, wil je op vlog? Bel nu de advocaat. Ik moet gevangenisstraf hebben. Wat vind je van de uitspraak? Kijk eens aan, dames en heren, de Waalbrug op de achtergrond. Er is nog steeds een wok hierop. Ik denk zelf dat we wel een broek gaan leggen. Hallo mensen van Monster Tube! Welkom hier weer bij een gloednieuwe banger van de video. Vandaag ga ik een Stop G. We hadden het erover dat ik veel geld uitgeef aan voedsel. Moet ik daar iets op zeggen? Ik vind dat van niet. Ik heb er een kopje thee. Een kopje thee kost een zakje. En als je zuinig bent, kun je het zakje hergebruiken. Dit zakje, als je dat gebruikt hebt en je hangt hem te drogen, kun je hem nog een keer gebruiken. Snap je? Dan kun je. Ja. Dames en heren, gisteren was Koningsdag. En jongens, ik ben er niet heel gek van. Ik had wel een ochtendhumeur vanochtend. En dat weet jij als beste. But today it's Sunday fun day. So what are we gonna do? Wat we gaan doen vandaag, krijg ik eerst mijn zus op bezoek. En daarna, er is een oldtimer show in Nederland. Nee, okay. Allemaal mooie oldtimers. American cars en van alles. Dat is wel je is niet waar. Want, meneer, heeft u weer oliekumvlekken zitten lekken hier? Ja, maar... Nah. Oké, dames en heren, zoals het dagelijks vloggen, ook de dagelijkse backflip. Oh, zo, dat ging niet zo goed. Ik ging al beter. Kijk eens aan, voor deze hond moet ik ook even wat eten gaan halen. Want die heeft al, die heeft geen brokken meer en die heeft honger. Kijk eens aan, hij shined en bruint van alle kanten weer helemaal top. Ik heb al mijn doel al niet meer gehaald voor volgende week. Maar ik heb vandaag ook geen belegd broodje gehaald. Als ik belegd broodje had, dan zou ik geen kapsel een week lang een belegd broodje. Heb ik nou al niet meer gehaald. Kijk, dames en heren, ik ga even weer in mijn zeikmodus. Je noemt mij altijd Jade Anna 2.0 jongensversie. Nou, terecht dat jullie mij dat doen. Ik ga weer even in zeikmodus, hè. Mijn ouders, zoals jullie weten, onze gang, mijn ouders, 2 weken lang verlaten naar Curaçao geweest. Ik ben onterfd. Ik voel het aan mijn water. Ik ben onterfd, hè. Dus ik 2 weken lang op droog brood vreten. Maar ik heb voor mezelf gezorgd. Ik ben niet dood gegaan. Nu het volgende, hè. Ik krijg een appje binnen. Dus ik heb een reden dat ik kapsalon gaan halen, hè. Van Monsterdad, wij zitten hier lekker te uit eten. Ik zeg zo, leuk, en ik, kom je hier ook? Hallo. Leuk, wil je op de vlog? Hi. Wat is je naam? Noah. Shout out, maatje. Altijd schrijven jullie monsters, ik hou van jullie. Legends. Waar ik dus was gebleven met mijn vrouw. Hier, kom je hier ook? Schrijft hij nu ineens. En wat stuurt hij? En stuurt hij ineens dat hij aan het uitleed. Alsof ik weer niet besta. Ik zeg het jullie, ik ben on-air. Ik kan precies niet meer aan. Dus, ik vind terecht de move dat kapsel gaan halen. Doei. Mevrouw is even de auto aan het bestuderen. Eens een nadeel waar ik heel bang voor ben, is als mensen krassen gaan zetten. Tuurlijk, je hebt mensen ertussen zitten. Ik had in het verleden ook met de auto die gewoon uit boosheid of uit haterigheid kras erop gaan zetten. Ja, dan moet die rap helemaal opnieuw worden gedaan. En er zit een coating overheen dat die niet snel beschadigd wordt. Maar ja, iemand hoeft al een mes eroverheen te scheuren. En ja, de rap is al naar de doeken. Nou, we hebben hier een koekblik en we hebben daar een koekblik. Ik kom er ineens achter dat ik een monsterpet hier heb zitten. Oh, en ook een dikke pech gaan zijn naar monster.nl. Nou, look who we got here. Ik weet dat mijn ouders hier zijn uit eten. Ik heb een kapsalon besteld, maar ik ga ze even confronteren. Jullie verlaten mij of... Nee, ik ben onterfd, hè? Ja, heb je honger? Nee, ik heb een kapsalon besteld. Ik weet dat jullie niet meer van mij houden. Waarom niet? Omdat jullie niet van mij houden. Maar heb je al onterfd? Ja, dat weet ik. Ik heb een kapsalon besteld. Het is veel lekkerder, jongen. Ja, maar ik wou dit voor jou. Ja, niks. Nee. Nee, mijn bloedsuiker, alles is laag. Ik ben helemaal klaar mee. Zo, hij staat er nog helemaal veilig bij, dames en heren. Oh ja, en één ding wat ik denk ik liever niet had gedaan. En dat is iets waar, natuurlijk, waar ik zelf voor heb gekozen. Maar ook weer wel, dat is zeg maar dat ik hem heb verlaagd. Dat zit niet lekker met drempels. Ik had hem eigenlijk net verkeerd op de verkeerde positie. Ik had hem daar staan, maar ik moest hem eigenlijk hiervoor hebben. Maar die lip van die auto, die krast er nog net niet langs. Dan denk ik, ik rijd geen f***ing Lamborghini. Waarom moet ik dan nog zo de zakjes over die lippen heen? Over die lippen heen? Klinkt wel heel verkeerd. Kijk eens aan, gaan we eerst de diertjes even lekker eten geven. Dus krijg jij lekker kapsalon, hè? Dus eerst de diertjes natuurlijk altijd eten geven voordat je zelf gaat eten. Dus? Ja. Alles gaat eruit, behalve... Nee, niet eten, maar eet. Niet plastic of pop... Maat, die hond eet echt alles, jongen. Chapeau. Tuning. Oh, dit is echt ongezond. Wanneer de ogen weer groter zijn als de maag. Dit is gewoon een hele tractorband aan kapsalon. Moet je kijken, vergeleken met mijn hand hoe groot het ding is. Ik heb echt een nieuwe award daar binnenkort. Helemaal verzadigd. Ja, let's go. De auto is stuk. Nou ja, niet stuk, maar hij is helemaal in de war. Hij is opgefokt, de oude jongens. Er is iets met een storing en ik weet niet waar het aan komt. Elektrische
Hij wil gewoon niet starten. Hij is echt helemaal van slag. Hier, dit is dan niet beschikbaar, dat is niet beschikbaar. Afstandswaarschuwing momenteel niet beschikbaar. Hij gaat een hele ritueel na dat niks beschikbaar is. Remsysteemstoring. Je hoort het ook helemaal bij de accu. En als ik hem probeer te starten... Kijk, de accu is niet leeg. Maar hij krijgt niet genoeg voeding, lijkt wel. Waardoor hij het hele ritueel doorgaat van dat alles... Ja, vandaar dat er ook staat, dit niet beschikbaar, dat niet beschikbaar. Lijkt wel alsof je hart geëlektrocuteerd was. Oh, yo. Kijk samen, we zijn bij het CWZ aangekomen. Waar heb ik hier een trauma's opgelopen met mijn neus, jongens. De KNO-arts. Daar weet ik precies waar dat zit. Die afdeling. Nou, camera zo ver mijn neus in dat grond met mijn arie weer eruit komt. Puur door mijn bloedneus. Monster mama. De raptor van een unit staat daar geparkeerd. Nou, het is even tijd om nader dicht te vetten. En we gaan van kapsel naar milkshakes toe. Zoei. Het is Cristiano Ronaldo. Ik vind wel dat ik een beetje op al een gezondere levensstijl. Leef, want ik heb wel van de week salade op van op mijn hamburger bij de McDonald's. Ik vind dat ik gezond al richting de kant op ben. Maar dames en heren, we gaan even onze dagelijkse fanmail bekijken. Want ik heb het nu al een paar keer in de vlog neergezet. Maar ik heb het idee dat er steeds meer strijders bij komen. Doe me de brievenbus open en oh my god, moet je kijken dan. Dit is echt ongekend. Oké, numero uno, prachtig. Numero duzo, prachtig. Numero trezo, monster match. Oei. Oh mijn god, numero vier, gast. AliExpress. Nog meer fanmail. En belasting betalen en bekeuring weer, zoals altijd. Nou, ik moet zeggen, gelukkig, we kunnen er weer een week tegenop. Geen minder bekeuring gelukkig deze week. En gewoon, ja, ik weet niet. Dat is voor mij toch weer lekker of zo. Ik weet niet. Ik ben nog steeds afwachtende op de straffen van de rechtbank in Antwerpen. En daar ben ik nog steeds wachtend op. En dat is toch wel een naar proces. Omdat je dit gaat denken van, wat gaat het worden? Gaat dit worden? Gaat dat worden? Gaat het zelfs misschien gevangenisstraf worden? De rechter was niet al te blij, maar ik zie het wel. Als we even deze gaan uitpakken, gaan we eens even kijken wat dit in godsnaam zou moeten zijn. Het is ook echt weer AliExpress meubel. Ik heb echt mijn gods geen idee wat het echt... Oké, Kijk wat ik heb! Oh, deze vind ik zo leuk. Deze ga ik zeg maar op mijn in mijn auto zetten, deze. Als het ding zo beweegt, als de auto beweegt, zie je zo'n schip heel de tijd op en neer gaan. En dat zit heel raar, want het zit in een kooi, maar... We noemen het! Oh mijn god, wow. Ik kreeg net een melding in mijn mail en ik keek even verkeersrecht. Verkeersrecht, uitspraak van de die ik van de advocaat binnen heb gekregen. Dat is het dossier wat de advocaat eerst krijgt en dan stuurt hij het weer door naar mij. Op strafgebied, op tegenspraak. Dus dit is dan wat de rechter heeft beoordeeld. Veroordeeld door een Fleuren voor het vermengde feiten van ten laatstellingen A, B, C, D en E. Tot een geldboete van €480 zijn de €60 verhoogd met 70 op de Siemen. Boete vervangbaar bij gebrek van betaling binnen de wettelijke termijn door een rijverbod van 30 dagen. Ah, soeka, bobberen, blep. Verklaart Doran Fleuren vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 21 dagen. Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare zitting van de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen op bovengenoemde datum. Oh, tering, hé. Oh. Dus, ja. Het is te netjes geschreven en ik ben keimoeilijk in begrijpen te lezen. Het is echt, en ook nog een beetje in een Vlaams dialect, dus ik ben echt super, maar mook slecht in begrijpen te lezen. En dan komt dit nog uit. Ik ben blij. Het is voor mij een hele opluchting dat het gelukkig wel achter de hand is. Ik had natuurlijk niet op zoiets gerekend, want ik zei ook al tegen de rechter, mijn grootste intentie was natuurlijk om Antwerpen goed te zetten en een leuke vlog van België te maken. Tuurlijk, we hebben door rood gereden één keer, een zebrapad overheen geweest en een weg ingereden wat niet mocht, een verboden toegangsweg. Maar dat je daarvoor een maand lang rijwijs in beslag namen en zoveel euro geld boetes, dat ik nog daarboven naar bepaalde fondsen geld moet doneren, omdat het zogenaamd afgeleid is tot slachtoffergedoe. We hebben niemand aangereden. Ik snap het, ja. Jongen, ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen op zulke momenten. Het is soms zo voor mij zo dat het echt denkt van... Ja, dan haal nog de stoplichtenfonds erbij. Of haal de Karensfonds erbij. Dat als je één keer een wheelie doet met dit ding, dat je gelijk naar een... Sorry. Dat je gelijk naar een fonds van no wheelie groep moet doneren. Maar ja, jullie weten wel wat... Godverdomme, ga wel weg. Jij ook al niet meer van mij. Maar ja, wat ik wil zeggen. Ik ga het ook even aan MonsterDad voortzetten. Kijk wat hij ervan vindt. Stay tuned voor dat. Ik ben benieuwd om mijn advocaat te zeggen. MonsterDad. Bel nu de advocaat. Ik moet gevangenisstraf hebben. Vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen. Zo alle motorvoertuigen te besturen. Ja, er mag geen auto meer rijden. Ik reed alleen maar op mijn brommetje. Ja, maar ik wil zeggen, regels zijn van 21 dagen. Oké, we gaan in beroep. En nou oprotten. Dit is er helemaal ingesmolten. Dit is wel echt de boosdoener, denk ik wel. Die gaat er helemaal af. Hadse flats, dan knippen we deze door. Knip, zo. En dan kan deze hele unit er ook weer uit, zeg. Knippen we deze ook gewoon door. Knip.
Hatsenflat, weg die troep. En als dit erop gaat, hoor wat voor geluid dat geeft. Hij geeft hier wel weer dat hij wel stroom geeft. Kijk, hey, dat ik meer als opgelegd ben, natuurkunde. DZ, put underglow on it. DZ, go, drive an Audi. Oké, het enige wat er nog op zit is dan deze. Hij geeft ook raar geluid als ik hier omheen ga. Ja, deze gaat eraf, dat is van het klepsysteem, de vacuumpomp. Ik denk niet dat het daaraan kan liggen. Nou, maybe that thing is the case. I hope so. Kom op. Schatje, waar heb ik jou misdaan dat je zoveel streek bent? Misschien alleen helemaal omgebouwd, geen straightpipe. Plastische chirurgie, underglow, een wrap opgegeven. Hey, ik weet dat ik jou heb omgebouwd. Oh my god, jongens. Ik kom met het verkeerde dossier aan met mijn straffen. Oh, echt daap, jongen. Dank. Ja, niet verkeerd op het dossier, maar hoe moet ik dat zeggen? De uitspraak wat er is gezegd bij de... Kijk, er is een uitspraak gezegd bij het verhoor toen ik voor de rechter stond. Die uitspraak stond toen op de lijst, maar niet de uiteindelijke uitspraak. Wat ik uiteindelijk echt krijg. Dus het was nog even de samenvatting van wat er daar is gezegd. Nou, en hier komt het naar voren. Leuk, boehoe. Ik dacht, viel nogal gelukkig mee, maar... Zijn jullie er ready voor? Ik kan dus niet. Wij verwijzen naar ons eerder schreef waarin u meerdere de zaak in beraad werd genomen. Inmiddels bekwamen wij afschrift van het tussengekomen vonnis. En het vonnis, dat is de uiteindelijke proefwerk van wiskunde. Dat is de uiteindelijke uitslag als je cijfer krijgt. Dus daar weet ik dan wat ik heb. Het Openbaar Ministerie vorderde voor de u ten laatste gelegd de feiten in geldboete van €800 op de SIEM inclusief. Dus dat is met de verhogingen inclusief, want er wordt volgens mij keer zoveel gedaan wegens de nieuwe boetes. En een rijverbod van een maand, zijnde 30 dagen. Ja? Ja, de advocaat belt nu. Dus ik zei, bel om 5 minuten terug. Dus als je nou hier naarheen komt rennen, heb je me op de lijst. Ben ik al? Ja, je had het vonnis gezien zelf ook, denk ik. Ja, in principe, wat vind je van de uitspraak van het vonnis zelf? Ik denk dat het eigenlijk heel kort liep bij hetgeen wat ik op voorhand had gespeld, denk ik. Hè. Zeker wat de geldboete. Ik denk dat ik zelfs toen we daar beneden aan de blauwe tafel stonden, dat ik letterlijk gezegd heb dat het was. Stel je nu voor dat het een geldboete is van €60 maal 8, dan zou ik zeggen, we laten het zo. Ik denk dat ik zelfs letterlijk het getal 60 gezegd heb toen we daar aan die tafel. Ja, je had het heel goed ingeschat, ja, wat het zou worden. Geen groep aantekenen als ik van jullie was. De reden waarom is, ik denk dat het risico te groot is dat er een zwaardere uitspraak zal volgen. En ik kan natuurlijk nooit op voorhand beloven dat we een vrijspraak zouden kunnen krijgen op basis van hetgeen wat we met elkaar hebben besproken. Ik vind het zelf nog steeds best wel een hoge kant voor ja, wat we hebben gedaan qua straffen. Ik denk zelf dat we wel een beroep gaan omdat het voor zoiets en dan in de video's. Ik denk ook toen wij daar bij de rechter waren, ik ga geen namen noemen, maar dat ja, ik denk dat ze was sowieso wel heel boos op mij om het feit dat het om het YouTube ging. En ze liet me ook niet echt uitpraten in die bepaalde zinnen. Ze was er wel heel kwaad over. En ik denk dat als wij hoger in beroep gaan en we komen weer bij een andere rechter. Ik denk nee, heb je ja, kun je krijgen. En dan denk ik wel in mijn leven, dan heb ik het risico tenminste genomen. En dan weet ik tenminste wel dat ik het heb genomen, zeg maar. A few moments later. Ik zei wel allemaal leuk en aardig, ik ga hoger in beroep, maar laat die hele zooi maar zitten. Even optellende, als je nog een keer gaat. Hè? Ja, dan moet je weer advocaatkosten ook betalen. Ik neem veel risico's in mijn leven, alleen het punt is meer zo van, advocaatkosten komen nu bij. Als ik weer in beroep ga, dan heb je kans dat je misschien wordt vrijgesproken. Die kans bestaat, denk ik, heel slecht. Mijn advocaat was er eerst wel overtuigd van dat het gewoon een leuk promotievideo was voor België zelf. Maar ja, het is een politierechtbank en natuurlijk, die moeten gewoon handhaven op de regels natuurlijk. Dus als ik weer in hoger beroep ga, dan moet ik weer een bult aan advocaatkosten betalen. En die komen dan bijna boven de boetes uit. Dus ik denk dat ik er gewoon, ja, ik heb nu al bijna 2 rug aan advocaatkosten erbij. En dat is al hoger als de boetes, mijn rijverbod, alles bij elkaar. Maar ja, ik ga, ja, wat zeg jij? Nee, hè? Ik denk, dat heeft geen zin. Nee, heeft geen zin, hè? Ik toch sowieso wel een keer ons krant gaan halen in Antwerpen rechtbank. Of een keer een, ook zo'n lachfles als de... Wat praat je nou allemaal, man? Man wil plofkraak plegen bij een rechtbank. Mijn auto is kapot. Bro, hij gaat gewoon niet meer aan. Geeft alle foutmeldingen die er bestaan. Dus ik heb die logo eraf gedaan. Is de accu niet gewoon leeg? Nee, als de accu leeg is, dan zou die denk... Ja, ik denk wel. Hij eerst allemaal storingslampjes aan. En dan gaat hij niet aan. Ik heb jouw booster nodig. Nou, hier komt de booster. Non nu. Dus het ligt of aan de underglow wat hun zeiden, of ja, underglow of de klepsysteem is één wat op de accu is aangesloten. Hè? Of aan Floris. Ja, ten einde. Maar kijk eens aan, dames en heren. De Waalbrug op de achtergrond. Het is even tijd voor wat dikke shots te maken. En ja, dat is wel even leuk. Dus dan gaan we even wat leuke shots maken. Dus hier komt hoeveel is de
beest eronder. Ik zeg 172. Hoele. Opgevoerd hoele. Ja, ja, ja. Er is nog steeds een wok hierop. Ik moet hem nog steeds laten keuren. En wil ik hem gaan opvoeren, zit er al een wok op. Er zit ook echt zo'n oude rechthoek. Ja, maar het is originele zip H2O, hè? Oh, echt? Het is originele kwaliteit. Ja, origineel. Als jullie denken, ja, was mijn strafbeschikking van in Antwerpen voorkomen. Oh, daarvoor heb je die binnengekregen. Ja. Ik weet echt niet. 100 of 6, 7. Ja, in de buurt. Ja, dat is toch aardig in de buurt. Ja, serieus, maar moet, is het lager of hoger? Hoger wel. 800 euro en 30 dagen rijverbod. In België. Ja, het is niet in Nederland. Ja, maar terwijl als je in België komt en je wordt staande gehouden, dan is het wel gelijk boep in beslagname. Dus je hoeft het niet in te leveren, maar je mag dan niet in België rijden. Of je moet inleveren in België en dan 30 dagen niet rijden. Out of the box, escape the matrix. Dit is toch het even lekkerste OG Black Ops 3 even weer spelen. Dit was vroeger echt de tijd. Ik speel dan fucking veel Black Ops 2. Maar dames en heren, het was weer even een leuke mannenavond. Dames en heren, ik zou zeggen, join even de Monstertube Discord server. Die staat in de beschrijving. Zo kun jij ook meer kansen maken op de PlayStation 5 giveaway. Grab your merch op monstertube.nl. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Monster te kijken. Dat zou ik super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.